Scholieren uit Eindhoven hebben kaarsjes gebrand en een korte herdenking gehouden voor Bill Pendel, de veteraan die vorig jaar overleed. Hij heeft een monument gekregen in Bayeux in Frankrijk. De scholieren, de zogenaamde ambassadeurs van de vrijheid, zijn samen met de Stichting 18 September in Frankrijk. Ze volgen het spoor van de geallieerden die daar aan land kwamen en uiteindelijk Eindhoven zouden bevrijden. Pendel was één van hen. Hij was tot vorig jaar elk jaar bij de herdenking op het Eindhovense Stadhuisplein.